Nou, daar is Floranus denk ik iets minder van. Hij is echt een powerspeler, dus die moet echt... Daar komt. Dero. Ook naar voren. Om deze bal eventueel binnen te koppen. En ook voor het eerste keertje op doel geschoten. Weggespeeld. Deze haaien zit al over de 200. Hier is... Oh. Haaien vindt ook bijna Vizus. Op Haaien. Naar haar. Naar Stef. De rust en het balbezit, maar is... 4 tegen 5. Van den Berg is er langs bij Haaien. Krijgt hem ook bij Krastev. Daarmee vol te maken. Hier is... Haaien in de weg gelopen door Akuyobi. Ja, dat is niet handig van Akuyobi. Tegen hem aanloopt en landt dan heel lelijk. Gehouden. Misschien had het... Kiest voor Montero. Oh, Bakker in de weg gelopen door Akuyobi. Hier Akuyobi die bij Bakker in de... Dat zien we net niet. Maar ik vind Montero een opvallende rolspeler. Dus ik ben heel benieuwd wat... Kadil. Hai. Zo een hervatting voor te bereiden. Zou het ook... De rug van Monteer. Net genoeg ruimte voor Haaien. En Schendelaar, bijna. Haaien, dat is een goede bal richting Robinet. Net een lastige stuit, maar Robinet is er wel als eerste in de lijn. De derde corner in korte tijd. En weer moet hij al die... Robinet niet. Floranus. Laat hem zijn publiek te mopperen. Goed laten lopen. Akuyobi. Daar is de volgende kant. Met Graves als winnaar in de lucht. Haaien. Nou, voorkwam daar dikken. Vizus. Een goede ingreep. Haalbaar op dit moment voor Haaien. Op bewijs van waarde te zijn voor Almere. Nog niet fit genoeg voor 90 minuten.